Heel andere taferelen zaterdag na de wedstrijd dan vorige week op Kortrijk. We werden de voorbije week zwaar bekritiseerd in de media, maar met een 4-1 overwinning tegen Sint-Truiden gaven we het juiste antwoord. We wisten wat er ons te doen stond en we hebben mooi voor elkaar gekregen, omdat we inderdaad kritiek hebben gekregen. Maar ik denk dat het een beetje opgeblazen werd, maar we hebben mooi van antwoord gediend. Laten we één ding niet vergeten, dat is dat we Club Brugge zijn. Dus verliezen op, of in Kortrijk op gelijk welke manier is gewoon echt een blamage voor Club Brugge. Dus ik ben ook wel blij dat deze groep daar deze week dat in hun achterhoofd gestoken hebben. En dat we dat vandaag omgezet hebben in toch wel een vrij goede wedstrijd. Dus dat belooft, waarom niet? Ik denk dat het scoreverloop erg belangrijk was voor het verdere verloop van de wedstrijd. Ja, ik denk dat we vandaag een goede wedstrijd gespeeld hebben en... Vooraf denk je misschien dat je wat moeilijker hebt tegen STVV, maar ik denk dat we ze op een goede manier aangepakt hebben. In vergelijking met vorige week staan bij Club drie andere namen op het wedstrijdblad. Peter van der Heijden en Wilfried Dalma nemen de plaatsen van de geblesseerde Michael Klukowski en Karel Geraert. Ronald Vargas komt in het team ten koste van Joseph Akpala. De trainer stapt ook af van de traditionele ruit op het middenveld en kiest voor een driespitsen systeem met Dalma op rechts en Perisic op links. Dorje Kouemaha staat opnieuw in de punt. Je weet dat SCVV van een hele goede organisatie uitgaat en op het moment dat je dan met twee centrumspitsen gaat spelen, ja, dan hadden wij verwacht dat we dan heel weinig ruimte zouden krijgen. En door met drie spitsen te gaan spelen, creëer je voor jezelf wat meer ruimte. We hebben er uitvoerig over gesproken en geprobeerd en getraind deze week. Dus met drie spitsen, we hebben daar trouwens de perfecte jongens voor. En dit systeem ligt ons klaarblijkelijk op dit moment goed. Dus laten we hopen dat hij in de toekomst ook zo blijft. Wielrenner Jurgen van den Broek, die knap vijfde werd in de Tour de France, krijgt de eer om de aftrap te geven voor de allereerste thuiswedstrijd van club. Voor aanvang van de wedstrijd kreeg hij van de voorzitter een clubshirt met zijn naam en het toepasselijke nummer 5 op. De eerste kans van de wedstrijd is voor blauw-zwart. Ronald Vargas zet van de linkerkant voor doel, maar Kouemaha kopt in de handen van Volders. 4 minuten later stuurt Van der Heijden diezelfde Kouemaha diep, maar Evraar kan zijn voet nog net tegen de bal zetten. Volders neemt het leer voor de zekerheid in zijn handen. Terugspeelbal oordeelt scheidsrechter Delferrière en hij geeft club een onrechtstreekse vrije trap van net buiten de kleine rechthoek. Een beslissing die voor discussie vatbaar is. Daarna ontstaat er heel wat tumult in de kleine rechthoek en Ryan Donk en Wim Mennes raken betrokken in een opstootje. Na 2 minuten kan de vrije trap eindelijk genomen worden. De Truinse verdedigers stormen eerst te vroeg naar voren, maar Perisic kan toch de bal tegen de netten schieten. Premier but, c'était la faute de défense. Je dis à mes coéquipiers que je voulais frapper et Vadis m'a bien donné. Voilà, c'était pas vraiment difficile, mais c'était pas encore facile aussi. Mais bon, je frappais en haut et voilà, je marquais. 2 minuten later krijgt Perisic al meteen een nieuwe scoringskans. Udjica past binnendoor, maar de Kroaat schiet op doelman Volders. In de herneming krijgt ook Udjica de bal niet tegen de netten. Sint-Truiden is duidelijk de pedalen kwijt en daar profiteert club van. Geniet even mee van deze prachtige aanval. Vargas stuurt Dalma diep. De Fransman gaat knap voorbij zijn bewaker Odoy. Hij zet daarna een 1-2'tje op met Kouemaha en levert een gemeten voorzet af voor Perisic. Voor de Kroaat is het een koud kunstje om zijn tweede van de avond binnen te schieten. Een goal van heel mooie makelij. Het deuxième but c'était une très belle action à côté droit de entre Wilfried et Dorje. Et voilà, c'était pas vraiment difficile pour marquer. C'est vrai que c'est une belle action, bien combinée. Je donne un bon ballon à Perisic. Donc je suis content, ça fait plaisir. Club staat na 15 minuten al 2-0 voor, waardoor het veel bevrijdender kan voetballen. En dat was al even geleden. Je me rappelle de l'année passée, après longtemps, on a marqué première 10 minutes. Et voilà, c'est toujours mieux pour nous qu'on marque première 10 minutes. Après, c'est plus facile pour jouer. Et je pense que chaque match ici à domicile, on doit faire comme ça, le pressing sur les premiers 25 minutes, 30 minutes. Comme ça, si on marque le premier but, après c'est plus facile pour jouer. Pas na 18 minuten zijn de bezoekers voor het eerst gevaarlijk. Grégory Christ mag een vrije trap nemen. Zijn poging belandt op de bovenkant van de lat. Stijne is er heel gerust op. Maar dan is het opnieuw de beurt aan de Bruggelingen. Donk past naar Odija, die heel veel ruimte krijgt van de Canaries. De verdedigende middenvelder aarzelt niet en schiet van op 20 meter fraai in doel.
Vadis krijgt weinig weerwerk van de Treinse defensie, maar werkt vooral ook heel knap af. Met links, inderdaad, mooi doelpunt. Het is nog niet zoveel voorgevallen dat ik met links scoor, maar het is wel mooi om zo'n afstandsschot binnen te gaan trappen. Daarna is het nog eens de beurt aan de Canaries. Sidibé, die voor de rest weinig in het stuk voorkwam, kan de ferm bereiken. Die zet in één tijd voor doel en verdediger Wim Mennes werkt beheerst af. Bij club letten ze bij deze fase niet goed op, waardoor de bezoekers makkelijk kunnen tegenscoren. Blauw-zwart lijkt heel even aangeslagen, maar gaat daarna op zijn elan verder. Van der Heijden met een mooie crossbal tot bij Talma. De Fransman krijgt veel tijd en ruimte en levert opnieuw een uitstekende voorzet af. Buysses kan eerst nog wegkopen, maar Blondel neemt de afvallende bal in één tijd op de slof en knalt de 4-1 staalhard binnen. Opnieuw een doelpunt om in te kaderen. Blondel heeft een goed schot in zijn voeten en bewijst dat hier met verve. 4-1 is de ruststand en de supporters krijgen dus zeker waar voor hun geld. Club wil de voorsprong verder uitbouwen in de tweede helft en krijgt al meteen een goede kans. De erg bedrijvige Perisic zet de bal goed voor doel, maar doelman Volders kan nog net op tijd ingrijpen voor de aanstormende Kouemaha. Marcos Camozzato scoort in zijn eerste thuiswedstrijd voor Club IJssel na zijn allereerste doelpunt in de Belgische competitie. Maar zijn poging strandt in het zijnet. We hadden het de sympathieke Braziliaan zeker gegund. En het blijft kansen regenen. Dalmat opnieuw met een goede voorzet. De mee opgerukte Karel Hoefkes kopt door tot bij Perisic. Maar Mark Volders houdt de Kroaat van een derde doelpunt. Daarna komt Sint-Truiden nog eens opzetten via Christ. De Fransman ziet zijn poging voor de tweede keer op de lat stuiten. Een knap afstandsschot van de middenvelder, maar het doelhout brengt redding voor club. Een minuut later is club alweer gevaarlijk. Marcos met de uitstekende voorzet. Onze captain Karel Hoefkes buffelt de bal op de deklat. Opnieuw een goede aanval van club, maar het doelhout staat in de weg. Na 66 minuten wordt Wilfried Dalma naar de kant gehaald voor Daman. En de rechtervleugelspeler krijgt bij zijn eerste thuiswedstrijd een staande ovatie van het publiek. De supporters sluiten ook die andere nieuwkomer Camozzato al in hun harten. Beide spelers, die toch al wat gewend waren bij Standaard, zijn onder de indruk van de Brugse fans. Ze hebben ons gesteund de la première à la dernière minute. Een beau publiek, beaucoup d'ambiance. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver des grosses ambiances. Je suis dans un club top en Belgique, avec un public qui soutient son équipe, donc c'est encourageant. Très bien passé, je pense que les supporters sont restés toujours derrière l'équipe, tous les matchs, et j'espère continuer comme ça, on a besoin de ça aussi, c'est l'important pour tous les joueurs d'avoir cette confiance du public. 20 minuten voor afluiten krijgt club nog een mooie kans. Odoi speelt te kort terug op Volders, waardoor de ingevallen Akpala met de bal aan de haal kan. Hij probeert daarna Marcos te bedienen, maar Odoi kan zijn foutje herstellen. Deze grote kans hadden we zeker beter moeten uitspelen. Niet veel later moet Sint-Truiden de wedstrijd uitspelen met zijn tienen. Wim Mennes krijgt een tweede gele kaart na een te late tackle op Vargas. Een kwartier eerder kreeg de Truinaar al een gele kaart voor een gelijkaardige fout op Blondel. Nu wordt het wel heel simpel voor Blauw-Zwart om de wedstrijd uit te spelen. De man waagt een poging van op afstand, maar hij schiet pal op doelman Volders. Ook Christ onderneemt nog een verdienstelijke poging op vrije trap, maar hij schiet voor de derde keer in de wedstrijd op de deklat. De wedstrijd eindigt uiteindelijk op 4-1, dezelfde stand die al na de eerste helft op het scorebord stond. Als minpuntje zou je dus kunnen aanhalen dat de score in de tweede helft best wat hoger had mogen liggen. Ja, ik denk dat we die mogelijkheid ook wel gehad hebben. Maar we waren na de 4-1 toch een beetje uit op eigen succes, denk ik. En als je dan wat meer overzicht houdt, ja, dan kan de voorsprong die kan groter worden. Maar dat was dus nu niet het geval. Maar dat zie je vaak op het moment dat je 4-1 voorstaat, dat men dan toch wat meer voor de eigen parochie gaat, zal ik maar zeggen. En dan score je niet meer. Een uitblinkersrol in deze overwinning was weggelegd voor Ivan Perisic, die zich duidelijk meer in zijn sas voelt op de flank dan centraal op het middenveld. Al wil de Kroaat dat zelf niet gezegd hebben. Maar je sais pas. Les gens ils parlent que c'est mieux pour moi au milieu des deux attaquants, mais je trouve que je peux jouer toutes les positions au milieu, à gauche, à droite, au milieu. Je trouve pas un problème pour moi. Voilà. Dankzij deze mooie overwinning is de rust, als er al onrust was, volledig teruggekeerd bij club.
Nou, bij ons was er niet zoveel onrust als dat de pers deed geloven. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, in de media is er rust, maar bij ons is er nooit onrust geweest. Dus we hebben gewoon goed blijven doorwerken. En we wisten dat we op de goede weg waren. Dus zoals deze week nu gaan we ook gewoon goed doorwerken en blijven verder doen zoals we bezig zijn.